we staan hier bij een deelnemer die heeft net meegedaan. Wat is jouw naam? Schmenne. En hoe heet je pony? Tara. Tara, en je hebt net het springparcours gedaan, hè? Ja. Hoe ging dat? Goed. Ja, en was de pony braaf? Ja, heel braaf. Heb je al vaker meegedaan? Nee, dat nog niet. Dit was de eerste keer? Ja. Vond je het spannend? Ja, een beetje. Volgens mij is de pony mijn tas aan het opeten, of niet? Hé, hey, heb je honger, jongen? Hé. Hey. Heb je ook al het dressuur gedaan? Nee. Ga je dat nog doen zometeen? Ja. Oké, okay, nou ik hoop dat het heel erg goed gaat bij jou. Het ziet er heel mooi uit allemaal. Je hebt heel goed gereden volgens mij. Succes! Inmiddels zit naast mij de voorzitter van de vereniging, Henrike van Doren. Hallo, welkom. Ja, welkom, dankjewel. Eigenlijk, ja. Ik heb een paar vragen. Ik heb eens gekeken, jullie hebben deze wedstrijd georganiseerd. Hoeveelste editie is dit? Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik verwacht de 31 of de 32e editie hier op de Heide. Oké, okay, en ik heb zitten tellen, maar er zijn bij in totaal zo'n 620 starts vandaag aan de ponies alleen. En de vraag is, hoe hebben jullie zoveel deelnemers bij elkaar gekregen? Ik denk de naamsbekendheid van het concours. Daarbij telt mee dat hier op de Schapenwei hebben we altijd een heel mooi terrein. Het is zand ondergrond, dus die heeft de afgelopen regenachtige zomer goed doorstaan. En de meeste ruiters weten dat ook wel. Dus dat geeft wel moed om hierheen te komen. Het is natuurlijk nu ook met deze verschrikkelijk mooie zon... En heel aantrekkelijk om nog even een wedstrijd te rijden als je al de hele zomer in de regen hebt gereden. Maar dat wisten de mensen niet van tevoren, want je moest je wel een paar weken geleden al aanmelden, hè? Ja, dat klopt. Dat weet je niet van tevoren, maar er zijn best ook nog wel de laatste weken aanmeldingen bijgekomen. We hebben de jongste rubriek, de Bixie-ruiters, is op het moment wel een hele grote rubriek. Waar we ontzettend blij mee zijn, want dat zijn natuurlijk de ruiters die volgend jaar weer terug moeten komen in het gewone wedstrijd gebeuren. Dus daar hebben we echt wel extra aandacht aan besteed dit jaar. Oké, okay, mijn vraag is, ik heb zitten tellen, er zijn zo'n 40 verenigingen die deelnemen. Wat zijn de uiterste of de verste afstanden waar die gereden worden vandaag? De verste afstanden weet ik zo niet, maar ik weet wel dat ze ook uit Noord- en Zuid-Holland komen en Overijssel. En volgens mij ook Limburg, want door helaas een tragisch ongeval is er een wedstrijd in Helvoort afgelast. Dat is helemaal niet leuk voor die mensen. Maar zelfs daar hebben nog mensen de moeite genomen om daarna hierheen te komen. Oké, okay, en dan heb je voor zo'n dag natuurlijk ook heel veel vrijwilligers nodig. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij de organisatie vandaag? Er zijn heel veel mensen betrokken bij de organisatie. Het is ook zo dat we dat niet eens binnen onze vereniging aan kunnen, zoveel vrijwilligers als er nodig zijn. Maar gelukkig hebben we dan nog buurmeisjes, buurmannen en andere belangstellenden die dan kunnen charteren om hier te helpen met parkeren of helpen met de catering. En die mensen willen we graag enthousiast houden en daar zijn we heel dankbaar voor. Dat kan ik me voorstellen, ja. Nou hebben we vandaag springen, Bixie, dressuur. We hebben net al even achtergekeken bij de Bixie-ruiters ook. Wat is nou voor u het hoogtepunt op deze dag? Ik vind het toch wel heel leuk om de Bixie aan de gang te zien. En het leuke daarvan is eigenlijk ook het educatieve. Het zijn... jonge kinderen, maar ook de ouders die de weg nog niet weten. En echt die mensen wegwijs maken in de ponysport. Dat is toch wel heel leuk. Daarnaast is natuurlijk de ruiters die hier met enthousiasme rondrijden. Dat is altijd leuk om te zien. Oké, okay, dit is vandaag. Ik wil nog even vooruitblikken op volgende week. Want er gaat weer van alles gebeuren hier. Wat staat er voor volgende week op het programma? Volgende week dan beginnen we op vrijdag tussen de middag om 12 uur. Dan beginnen we met de manners, dus de aangespannen paarden, de paarden met de karretjes. Die rijden dressuur en vaardigheid, dus de kegeltjesproef zoals dat in de volksmond heet. En daarnaast hebben wij voor de ruiters onder het zadel springen in de klasse midden, zwaar en ZZ. Dus de hogere klasse van het springen. En zaterdag gaan we weer verder met dressuur en springen. En dat is dan weer de hele dag vanaf 8:30. En dan gaan we springen in de lage tot middelhoge rubrieken. Oké, okay, en dat voor de duidelijkheid voor het publiek, het is gratis, hè?
Het is helemaal gratis. Ze verwachten weer mooi weer. Dus voor de mensen die op de camping zitten en nog een rondje gaan rijden. En natuurlijk alle andere belangstellenden voor de Heideweek. Voel je van harte welkom hier bij ons op het Heideconcours. We staan hier bij de Bixie-proeven. Dan hebben we een dressuurring en een springbak. En dat staan wat andere soorten hindernissen als bij de grote mensen. Er liggen hier ook wat grote mensen bij de grote ponyruiten, zeg maar. Er staat hier een slalom uitgezet. Allerlei leuke hindernissen. En de jury is ook heel erg kindvriendelijk. En ieder kind krijgt na afloop ook een uitleg wat hij nou wel en niet goed gedaan heeft. En dat is op zich ook wel bijzonder, want het is leerzaam voor de kinderen om te weten waar ze aan moeten gaan werken. Nou, je ziet allemaal moeders en kindertjes, kleine kindertjes. Het ziet er helemaal echt uit. Echte rijkleding aan en natuurlijk allemaal een veilige cap en heel veel bodyprotectors voor de veiligheid, want dat is ook het belangrijkste. En de kinderen mogen eerst eventjes de ruimte verkennen met de pony, zodat hij niet schrikt van de kleurtjes. En dan gaat het zo meteen beginnen met het parcoursje. Hartelijk welkom en dank je zeer. En wij gaan over tot de prijsuitreiking van deze categorie klasse B. En de eerste plaats mag zich opstellen Hendrik Worst met V-sprong powerhouse. 0 fouten in de tijd van 56.11. En de beoordeling van 55 punten voor de stijl. Ik heb hier één dame uit het gevolg van de Heidekoningin. En uw naam is? Jopie Kiek. En wat is uw rol hier zo? Nou, ik ben dus niet met de Heidekoningin hier, maar ik ben met de wijnboer uit Kochem van de Moezel hier. Met de wijnkoningin uit Klotten. Oké, en u praat Nederlands? Ik praat Nederlands. Ik woon in Duitsland, maar ik ben uit Nederland geboren. Oké, en u gaat nu eventjes voor mij tolken. Ik ben benieuwd of de dames, want ze zijn nu hier bij een paardenevenement, of ze iets met paarden hebben. Ja, zover als ik weet heeft een van de dames hier zelf een paard en rijdt zelf met dus een van de Heidekoningen hier uit Duitsland. Oké, en welke is dat? Die in het midden met de rode jurk. Oké, dan gaan we die eventjes een vraagje stellen als het goed is. Ja? Ik ga bij een tolk. Sie sind hier als Pferdeliefhaber auch zufällig? Genau, also ich habe auch ein eigenes Islandpferd zu Hause. Also Pferde sind ganz toll. Und deswegen wollten wir sehr gerne hier hin und uns das Turnier dann noch einmal anschauen. Ja, und mit Icelander mag ich von andere Estland. IJslandse paarden. IJsland? IJslander. Ja, da heb je andere Dinge. Da ga je nicht mee springen, hè? Na, also springen kann man auch, aber nicht so hoch. Und dann gibt es noch zwei Gänge mehr, nämlich Tölt und Pass. Und das reitet man dann mehr. Also bei Islandpferden geht es mehr um die Gänge, die man reitet. Okay, ja. Ja, eventjes voor de luisteraars. Deze Heidekoning heeft een IJslands paard. Dat is een paard waarmee je ook andere gangen hebt. Behalve stapdraf en galop heb je ook nog tult en de telgang. En springen is daar niet zo voor geschikt. Maar de dames zijn hier en die genieten dus ook van het concours. En deze zijn voor de eerste keer hier. Nee, die dames niet. Die zijn vorig jaar al hier geweest, zover als ik weet. De eerste keer is hier de wijnkoningin uit Klotten. Omdat er vandaag een wijnproeverij is in Ede, hebben wij de wijnkoningin van de Moezel meegebracht. Oké, klein vraagje voor die. Ja, of zij ook iets met paarden heeft? Wilt u vragen of ze iets met paarden heeft? Ze heeft helemaal niks met paarden. Nee, ze heeft met paarden niks te maken. Met voetbal. Voetbal, maar dat is hier ook nog wel een voetbaltoernooi volgens mij. Maar dat... Gaan de dames hier alle evenementen af vandaag? Nou, allemaal niet, maar een paar wel. Want allemaal zou te veel zijn. Maar ze gaan straks wel allemaal met de optocht mee. Met de stoet. Om 18 uur, zover als ik weet. Oké, en hoe lang blijven ze dan? Gaan ze dan daarna weer naar huis? Twee dames gaan vannacht weer naar huis. En wij van de Moezel, we hebben tot 12 uur die wijnproeverij. Wij gaan vannacht niet meer naar huis, dus morgen. Ja. Oh, dat is een nieuw evenement, hè, in het centrum? Ja, het is een nieuw evenement. En daarom zijn wij dit jaar voor het eerst hier. Bent u degene die de heidewijn levert? Nee, dat is de wijnboer hier, Egon Hes, uit Broetig-Frankel. Oké, maar u bent ook een collega wijnboer? Nee, ik ben geen collega, maar ik ben een kennis die meegegaan is, omdat ik Nederlandse ben, om te helpen. Is even makkelijk. Oké, dat is handig. Nou, dat kwam mij ook wel even goed uit. Dank u wel. Ja, graag gedaan.